Dag meneer. Ik had een afspraak met meneer Van der Laan. Een klein ogenblikje alsjeblieft. We volgen nu een klant die naar het bedrijf komt met een schets van het te vervaardigen product. Hier een ladderprofiel. Meneer Van der Laan. Zit u, meneer? Dank u. We zouden willen aluminium ladders maken en we hebben een vorm geschetst al welk profiel het ongeveer zou moeten uitgaan. Ja. We kunnen er altijd wijzigingen aan gebeuren, zal ik zeggen, die de zaak verbeteren. Ja. Onder andere hier zouden we grotere afrondingen kunnen aanbrengen. Dit ontwerp wordt besproken met het hoofd van het studiebureau. Er worden eventuele wijzigingen aangebracht om het extruderen te vergemakkelijken, maar wel zo dat de klant tevreden blijft over het product. Golvingen te geven, omdat dus dat altijd beter is voor het bewerken van het profiel zelf. Ja. Dat is altijd beter, zal ik zeggen, om beschadigingen te vermijden en ook dus om zich minder te kwetsen. Dan hier, dus het sportprofiel zal ik voorstellen van een kleine inclinatie te geven hier bovenaan. Ja. En ook van de tandjes te vergroten. Dus meer relief geven dus om het afschuiven te vermijden op de sport. Verder zie ik daar geen grote moeilijkheden aan, kunnen we dat zo goed extruderen, denk ik. Met deze schets gaan we naar het studiebureau waar men er een productietekening van maakt met volledige maataanduidingen. Deze tekening wordt aan de klant ter goedkeuring voorgelegd en als hij akkoord gaat, gaat men dan aan de hand van de productietekening een matrijstekening maken. En het is de matrijs die de uiteindelijke vorm van het product bepaalt.